Ik weet dat ik niet zo lang geleden een hele grote shoplog had uit Londen. Maar ik ben de afgelopen 4 dagen ben ik in Parijs geweest. En nu heb ik weer een grote shoplog voor jullie. Hij is wel iets kleiner dan die uit Londen. Want ik dacht van nou, misschien moet ik me een beetje inhouden. Maar ik heb dus opnieuw een shoplog voor jullie. En het wordt misschien een beetje eentonig, maar ik wilde jullie het wel laten zien. Ik was naar Parijs met Sanne, Saske en Alwin. Gewoon 3 nieuwe vriendjes van mij. En Saske is mijn zus, maar is ook gewoon een vriendinnetje van mij. En we zijn naar Disneyland geweest. Naar Parijs zelf gewoon. En ja. Wat we ook hebben gedaan is kerstcadeautjes aan elkaar geven. En die ga ik eerst aan jullie laten zien. Van Alwin kreeg ik deze sjaal. Het is gewoon zo'n cirkelsjaal. En hij is van de Hema. En hij is donkergrijs. Ik wilde deze echt al heel lang. En Saske die had hem al gekregen bij Sinterklaas. En ik niet. En toen dacht ik van, ja, verdomme, ik wil hem ook. Dus hij heeft Alwin hem voor me gekocht. Dus deze. Dus ik hem omdoe. Ziet hij er zo uit. Gewoon zo'n cirkelsjaal. Echt super relaxed is deze. Van Saske kreeg ik deze Starbucks beker. En hier ben ik echt super blij mee. Want ten eerste kan er super veel in. En ten tweede, het is Starbucks. En het is een Starbucks beker. En hier al die dingetjes zoals je op een normale beker ook hebt. Careful, the beverage you're about to enjoy is extremely hot. Is die? Super nice. Sanne kreeg ik een paar dingetjes. Onder andere deze ketting. Even zo. Oké. Dit is de ketting. En hij heeft zeg maar meerdere kettingen. En hier was ik eigenlijk al een tijdje naar op zoek. Want ik heb echt zo'n shirt. En dat noem ik zo mijn rebelse shirt. En daar wilde ik echt zo'n ketting bij. Maar ik kon hem, in de winkels kon ik hem niet zo ergens vinden of zo. Toen kreeg ik hem van Sanne. Dus ik heb hem met een kruisje. Like always. Ook kreeg ik 2 verpakkingen Skittles. Deze. En zo'n soort verpakking Skittles. Deze smaak verkopen ze wel in Nederland. Maar zo'n soort verpakking niet. Dus deze kreeg ik van haar. En ik kreeg ook Skittles Tropical van haar. En dat is een blauwe verpakking. Die heb ik al opgegeten. Maar die verkopen ze dus niet in Nederland. En daar was ik helemaal blij mee. Dus die heb ik ook inderdaad gelijk opgegeten. Tenminste, ik heb er wel 2 dagen over gedaan. En dat is echt een record voor mij. Deze kreeg ik dus. En ik kreeg deze muts. En dit is een eend. En hier heb ik. Ik ga hem even niet opzetten. En hier heb ik mee rondgelopen. In de hotelkamer. En hij is gewoon te schattig. Dus die kwam bij mijn eendenverzameling. Ga ik nu over naar de make-up. Bij de Sephora kocht ik belachelijk weinig. Nou ja, vond ik zelf dan. Ik heb alleen een oogpotlood gekocht van Urban Decay. Ik kreeg er wel een sample bij. Want Sanne kreeg een sample. En toen zei die meneer van nou, dan krijg je er ook wel eentje. Van Bumble en Bumble Let It Shine Shampoo and Conditioner. Dat is een best wel duur merk, dus best wel nice. En ik heb de 24/7 Glide On Eye Pencil van Urban Decay gekocht. En daar hoorde ik zoveel goeds over dat ik dacht van ja, ik wil hem ook gewoon proberen. Want mijn oogpotlood blijft zoals bij de meeste van jullie ook gewoon niet goed zitten. Nou ja, gewoon na een paar uur. Dit oogpotlood belooft dat wel te doen. En het is gewoon in de kleur Zero. Zwart. Sanne en ik waren echt best wel verbaasd toen we een MAC Pro Store tegenkwamen. Want in Nederland heb je die maar eentje. Heb je er maar eentje in Amsterdam in de Kalverstraat. En in Frankrijk kwamen we opeens. Tenminste, kwamen we opeens eentje tegen. En toen later toen kwamen we er nog één tegen. En volgens mij heb ik er later nog één gezien. Dus toen was ik helemaal blij. De MAC Store. Echt, ze hebben echt mooie tasjes. Schoen van binnen. Hij is wel een beetje gekreukeld. Mijn doel was om een blush te kopen. Dat was eigenlijk het enige wat ik wilde van MAC. Tenminste, ik wil alles van MAC. Maar mijn doel was deze vakantie om gewoon een blush te kopen. Nou viel mijn oog op de mineral blushes. Mineralized blushes is het. Kwam ik uiteindelijk uit bij deze blush. Dit is Warm Soul. Ik heb hem nu op. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar dit is hem. Ja, Warm Soul. Hij heeft een hele mooie shimmer. Hij zit een beetje tussen een bronzer en een blush in. Daarom vond ik hem wel heel mooi. En ik vind het gewoon super leuk dat die mineralized blushes zo rond, zo bol staan. Ik weet niet van alles maar goed te prijzen, jongens. Sorry. Maar alles valt te googlen. Hè? Ik heb een prep en prime poeder. En dit doosje glinstert. Glittert. Dat vond ik heel mooi. En toen lachte Sanne me uit. De prep en prime poeder. Transparante poeder. Hij ziet er wit uit, maar op je gezicht is hij gewoon transparant. Deze zorgt ervoor dat je make-up lekker blijft zitten, dat het mat wordt. En dit is
Sowieso doet compact powder dat wel. Maar dit is uit speciale lijn voor basis. En ja, gewoon allemaal producten die je make-up langer laten blijven zitten. En als laatste heb ik de MAC Fix Plus Spray. En ja, hier had ik ook al veel over gehoord. Ik had eigenlijk over alles wel goed gehoord. En ja, dit is hem. Deze spray zorgt ervoor dat je make-up er minder cakey uitziet als je het opbrengt, zeg maar. Het is niet zo poederig, niet zo alsof je een plakkaat make-up op je gezicht hebt zitten. En daarbij zorgde die ook voor dat je gewoon je make-up langer blijft zitten. In het winkelcentrum bij het hotel waar we zaten zat een Kiko. En daar waren Stan en ik ook heel blij mee. En daar heb ik ook 3 dingen gekocht. Onder andere 2 oogschaduws. Kiko is niet te koop in Nederland. Alleen in Duitsland, Frankrijk, Italië en misschien nog wat landen daaromheen. Maar weet ik even niet. Maar niet in Nederland in ieder geval. Dit is nummer 118. En dit is een mooie, ja, ik noem het altijd van die basiskleurtjes. Omdat het gewoon fijn is voor highlighter. Gewoon het binnenste van je ooghoek. Dat soort dingen eigenlijk. En deze had veel pigment en hij was maar 3 euro. Dus ik dacht, hey, ik neem jou mee naar huis. Ook heb ik nummer 136. En dit is weer een wat bijzondere kleur. Het zit een beetje tussen paars en burgundy en ja, cranberry in. Dus vond ik ook echt, het is ontzettend mooi. En deze heeft ook weer veel pigment. Ik heb ze trouwens allebei nu op in een ooglook. Wat ik ook zag liggen was de Kiko Mixing Solution. Misschien heb je wel eens gehoord van Mixing Medium en zo niet. Mixing Medium is een soort van vloeistof die ervoor zorgt dat je pigments of gewoon losse oogschaduws zoals. Ik heb hier bijvoorbeeld een losse oogschaduw van MAC. Dit is een poeder. Dit kan je bijvoorbeeld niet gebruiken als eyeliner. Of ja, het is sowieso moeilijker om mee te werken. Stel dat je nou van zo'n soort kleur eyeliner wil. Dan kan je dit erbij gooien. En dan wordt het een soort van ja, vloeibaar iets zoals eyeliner. Ik kan dit is moeilijk om uit te leggen. In ieder geval, deze vloeistof kan je gebruiken om losse poeders een wat vastere vorm te geven. Dat is makkelijker uit te leggen. Het is gewoon zo'n flesje. En hier ga ik nog wel een artikeltje over schrijven, denk ik. Dat was al de make-up die ik heb gekocht. Nu ga ik over naar de kleding. Dan laat ik even beginnen bij de nieuwe look. Ja, ik ben naar een nieuwe look geweest. Die hebben ze ook in Nederland, maar dat maakt me geen ene flikker uit. En dan kocht ik dit vet shirt. En dit is een adelaar. En hier was ik echt heel blij mee. Dus heb ik ook gelijk aangehad de eerste dag nadat ik hem had gekocht. Ja, het is zo'n wijd t-shirt. Hij is een beetje cropped. Ik ben gewoon heel erg fan van die mouwen. Ja, bij de nieuwe look ook gewoon zo'n simpel vestje. Zulke heb ik wel meer, maar nog niet in deze kleur. En deze kleur vind ik eigenlijk wel heel leuk. En deze had ik zelf niet gezien, maar hier kwam Sanne mee. En dit is een hartje. En gemaakt met allemaal kruisjes. En aangezien ik nogal van de kruisjes ben, vond ik deze heel vet. En heb ik deze gekocht. Het is heel erg, maar het meeste wat ik heb geshopt in Parijs is bij de H&M. Het gebeurt me toch elke keer weer. Bij de H&M kocht ik dit spijkerbloesje. En ja, het is gewoon een spijkerbloesje. En zoiets wilde ik eigenlijk al lang. Maar ik zat erover te twijfelen. En als ik het dan aantrok, dacht ik van, dit is helemaal niks. En ja, ik ging het toch weer passen. En toen dacht ik, ja, jou neem ik mee naar huis. Ik vond dit shirt echt ontzettend leuk. Dus, met sneeuwwitje. En er staat boven, his first full length feature production. En dan Snow White. Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs. Omdat, ja, dit was de eerste in de Walt Disney film. En dat vond ik ook wel toepasselijk. Want ik had geen shirt gekocht in Disneyland. Want die vind ik allemaal gewoon ja, best wel duur en zo. Dus toen had ik dit shirt gekocht. En dat vond ik wel gewoon een leuk alternatief. Ik heb deze gekocht. En hier staat op Little White T. En T staat voor t-shirt. Het is een beetje zwierig aan de onderkant. En ik vind deze heel leuk. En ik vind zulke soort shirts ook nog wel leuk om met een spijkerbroek te dragen. En dan zeg maar het shirt in de spijkerbroek te doen. En dan een beetje zo te laten, een beetje zo draperen. Zodat het ook, ik kan het niet uitleggen. In ieder geval, een leuk shirt. En dan hebben we ze ook gewoon zo lekker goedkoop. Dit is iets wat ik normaal echt niet zo snel zou kopen. Maar ik zag het hangen en toen dacht ik van, ik stop het toch maar in mijn mandje. En toen trok ik hem aan in de kleedkamer. En toen dacht ik van, hey, dit staat eigenlijk best leuk. Het is een trui en er zit hier een zakkie en met streepjes en de bovenkant is een beetje groen.
ja, wat is het? Groen-blauw, zeegroen is het. En ja, ik weet niet. Het is echt niet iets wat ik zo zou uitzoeken als ik zo door een winkel zo snel zou lopen. Maar ik zag hem hangen en toen dacht ik van, en uiteindelijk hebben we hem gekocht, dus dat is grappig. Ik heb ook nog twee strings gekocht en een BH. Hier mogen de BH wel zien. Het is met zwart, een soort van panterprintje achter. Ik vond deze wel echt heel mooi, dus ja. Als laatste ben ik naar Pull&Bear geweest. En Pull&Bear vind ik ook een hele leuke winkel. Ik heb er wel maar één ding gekocht. En toen ik deze pakte om te gaan passen, toen dacht ik van, ik weet niet of dit het is, weet je wel. Ik weet niet of ik dat echt ga dragen. Maar toen had ik hem aan en toen dacht ik van, ik vind het echt super leuk eruit zien. Ik vind het echt heel schattig, dus waarom niet, weet je. En toen heb ik hem ook gewoon gekocht. En dat is dit shirt. En alles wat je hierop ziet is van Sesamstraat. Het is wel in het Engels, dus Pino is geel in plaats van blauw. Want in Amerika is Pino geel. Ja, ik vind het gewoon echt super leuk. Echt gewoon, Nou ja, dat was mijn shoplog. Alsnog, als je alles zo bij elkaar ziet, best wel veel. Maar ik ga voorlopig niet meer naar Londen of Parijs of een andere grote stad. Dus ik ga proberen me een beetje in te houden met shoppen. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ik heb het heel leuk gehad in Parijs. En leuk. Oké, hey, doei hè. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Doei!